Ja, wat is boereninzicht? Het ligt er net aan waar je de klemtoon legt. Boereninzicht, hebben boeren inzicht? Zet je boereninzicht? Boereninzicht is eigenlijk een soort van route van 27 bedrijven in Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. En in het Drimmelse deel zijn er 11 bedrijven, van station Zwalu tot aan de Plukmaardenpolder, tot aan Traaien, heel divers. Pensionpaarden, puntpaprikakwekers, koeienboeren, akkerbouwers, fruitverkopers. In Geertruidenberg heb je ook boeren, allemaal verschillend. Iedereen zijn eigen verhaal. En dat willen we laten zien. Met corona konden we niet meer fysiek op de boerderij. Toen hadden we de oude Tour de Boer, zeg maar, dat je fysiek op de boerderij kon komen. Mensen gaan wandelen, zijn gaan fietsen en zijn hun eigen streek weer meer gaan beleven. Maar wat je met boeren kunt doen, dat kan je ook met horeca doen. Dat kun je ook met andere bedrijven doen. De heemkunde kan zijn borden gaan maken. Eigenlijk kunnen we een totaalstreek maken. Wij zijn de eerste. Ik hoop dat anderen volgen. We hebben ook steun van de overheden, van de gemeenten, Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout. Dus die ondersteunen dat van harte. Om juist, wij zijn een diverse streek met diverse boeren, met alle grondsoorten. En dan gaat het om, wij zijn een mooie streek. En daar moeten we leuk leven met ons allen, boer, burger en buitenlui. Hier zijn we dan, bij het bord waar we gaan onthullen van Boereninzicht. Ik heb het net al verteld wat Boereninzicht was of is. Boereninzicht, en dan kan je de klemtoon op heel veel verschillende manieren leggen. Boeren hebben inzicht, geven inzicht. Je zet boeren in het zicht. Ja, het is net hoe je de klemtoon legt. We hebben een bord van een route van 27 boerenbedrijven in Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. Dit is het Drimmelse deel. We zijn toevallig bij, zeg maar, hoeveel landzicht van boereninzicht. Dus hoeveel zicht wil je hebben op de zaak? We gaan het openen en ik geef even het woord aan de wethouder. Ja, dankjewel Piet. Ja, super gaaf dat jullie vanuit de ZLTO en de drie samenwerkende afdelingen, die nu één afdeling geworden zijn volgens mij, dat jullie dit op hebben gezet. Er valt zoveel te zien. Het is precies wat je zegt. Er is zoveel inzicht. Prachtige streekproducten, mooie activiteiten. Drimmelen zou ook echt Drimmelen niet zijn zonder al die agrariërs die hier zorgen dat de weilanden zo mooi zijn om doorheen te fietsen. Die zorgen dat er heerlijke melk, ijs, geitenkaas, vlees, van alles nog wat gemaakt wordt. Dus ja, onwijs tof dat jullie doen, dat jullie hiermee de agrariërs en de streekproducten in het zonnetje zetten. En aan ons de eer om het eerste bord te openen. Daar gaat hij dan. Even de vlaggen eraf. Ik kom even mee. Het is een outfit van Sinterklaas. En dan kan jij de QR. Daar is hij dan. Ja. Met op de. Ja. Met ook de drie agrariërs die hier het bedrijf runnen op het bord. Heel mooi gedaan. De check doet hij het. Jawel, daar is hij. Hoeve Landzicht, familie Voermans. Heel veel plezier, heel veel bezoek toegewenst. En nou ja, hulde aan dit mooie initiatief. Dankjewel. Hartelijk bedankt.